valt misschien ook wel weer mee. Zo, het rijdt goed, hè? Oh, moet je even kijken wat ze hier hebben? Kijk. Fish and chips, spare ribs, cheeseburger, chickenburger. Nou, lunchen. We zitten voor het eerst sinds lange tijd bij de Lucky Nugget. En precies ook tijdens een show met poppen. Mickey komt nu. Ik zal even de camera omdraaien. Dus de laatste keer dat we hier waren was de show er nog niet. Of eigenlijk was dat eerst een andere show. We'll chase all your cares away. Ik ken dat liedje ook nog van vroeger. Van een andere show. Sorry jongens voor deze onderbreking. Maar er was eerst een andere show met kan-kan dansers en magie, dat soort dingen. En nu is het popshow. Super schattig. En de laatste keer was dit nog een buffet. Voor beneden kon je buffet dingen halen. En nu moet je van tevoren alle menu's van één prijs. Relatief aan de hoge kant, maar we hebben korting, dus dat valt er ook wel weer mee. Maar ik krijg zo meteen lekker sperrypies. En Suus, fish and chips, jij, hè? Ja. Ja. Dus, we gaan het zien. We gaan het meemaken, die heb ik ook al lang niet meer gezegd. Ja, super schattig. Simpel, super schattig. Ik ben erg benieuwd. Als het eten er is, laten we dat sowieso gelijk zien. Een uiering voor mij? Ja. Dat krijg jij niet. Dat was filmen toch? Ja. Ja, dat zijn de fish and chips en sushi. Ziet er niet verkeerd uit. Nee, goed. En ik heb spare ribs. Wat zijn nou? Met rustige frietjes. En intussen hebben we de show. Bon appétit. En bij een goede lunch hoort natuurlijk een dessert. Suus heeft avec caramel en noisette. Zo'n nootjes. En ik heb met rode vruchten. Overigens wel heel lekker vanille soft ijs. Ja. Is goed, hè? Ja, Suus had geen trek. Die wilde hij eigenlijk niet eten. Maar heb je spijt dat we toch iets aan gaan eten? Nee. Nee, het is gewoon goed. Goed eten. Wij gaan, het was genoeg, niet te veel, niet te weinig. Perfect gewoon. Dus wij gaan aan de toet. Nou, het eten is in de buikjes. Nou ja, jus. Suus de buikje, mijn pens. Gaan jullie dan even naar binnen? Ja, we gaan even de winkeltjes in. Daar kijken wij.
We gaan nu richting de... Nou, via de winkeltjes eigenlijk. Richting Pirates of the Caribbean. Kijk wat voor leuks ze hier allemaal weer hebben. Zo, in ieder geval goed warm. Zero en de mayor. Het is ook zijn hoofd aan de andere kant. Oh ja. Maar die kun je draaien, kijk nou. Net als in de film. Ik heb een andere gezien, stiekem. Nog die nog leuker is. Jij ziet hem nu ook. Aan je hoofd te zien. Zeer leuk. Daar ben je maar voor bij. Hij is leuk. Nou, die 25e party, zeg maar, die is kennelijk een stuk populairder geweest dan Mickey's feest. Want alles is echt gewoon in volle hoeveelheden op voorraad. Zelfs de grote 90 jaar Mickey. Alle bekers. Nou vind ik het zelf ook een klein beetje te flashy hoor, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, ik denk dat ik niet de enige ben, anders had het wel op geweest. Dat is zo lastig meenemen. Of zouden ze ook, hebben ze die ook in Village? Ja, dat soort dingen. Misschien wel. Onderzetters. Leuk. Schorten. Ja, ik heb mijn zonnebril lekker opgehouden. Haha. Kijk, en dan zou ik zeggen, 's winters heb je ook gewoon lekker handschoenen nodig. Voor zin. Hier Joost, speciaal voor jou, voor mijn dalpaardje hier. Maar je ziet het, het is vrijdag, het is gewoon best druk. Maar de attracties vallen op zich wel mee. Of wat Wicht on the Mountain was 90, 85, wat was dat? 70 inmiddels. Dus het valt in verhouding, valt het wel mee. Ik heb het wel eens drukker gezien. En hier is het altijd druk. En hier is het altijd druk. Daar is het punt. Maar die gaan we morgen vastpassen verhalen. Geen zin om daar nu voor in de rij te staan. Foto's op maken. Kijk, dus, het restaurant heet de Fuente del Oro. Het is wel de Gouden Fontein. Maar de fontein is zoek. Al heel lang. Die hoort daar binnen te staan. Dan hebben ze overigens wel hele lekkere taco's en tortillas. De tortillas zijn het, hè? Zijn geen tacos. Taco, ja, weet ik niet. Het zijn die kleintjes. In ja. Zachte. Het zijn zachte tortillas. Wraps. Geef het een naam, verzin het. Het is lekker. En nog zo'n ding wat dicht zou gaan. Colonel had die pizza outpost. Die was dicht, die zou ook niet meer open gaan als zijnde Colonel Hattie. Want er zou een character spot komen. Hij is gewoon van de week weer open gegaan. Als pizza outpost. Kijk, de mensen zitten gewoon al buiten in een t-shirtje. Jongens, even, nogmaals, het is februari nu. Ik weet niet wanneer deze online is gekomen, maar
Het is nu 22 februari. Mensen zitten op terrassen buiten. Ja, van de week. Ik heb nou te veel eten bij me in mijn lijf om trap te lopen. La cabane de Robinson. Terwijl de Robinson Treehouse. Inmiddels zijn we ook heel stiekem overgelopen naar Adventureland. Nogmaals, zomaar stil gaan staan. Het gebeurt hier ook gewoon. Heel de dag al. Show van Captain Jack. Wederom, middel. Midden op stil gaan staan. Het is heel normaal. Jacob, 45 minuutjes. Ja joh. In Florida zou je er een moordje doen. Want dan sta je 45 minuten sta je in de airco. Hier hebben ze waarschijnlijk wat winter is de verwarming aanstaan binnen. Maar dan gaat het vestje uit. Maar het is echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Goddelijk weer. Nou, we hebben vaak hier buiten gestaan, dus dat valt wel mee. En het loopt ook gewoon door. We hebben zelfs hier wel eens gestaan. En we lopen nou daar niet. Dat ook weer. Ah, joh, dit gaat best. 45 minuten. We gaan het zien. Of we dat halen. We hebben net dus Pirates gedaan. Gewoon leuk als altijd. Dat is een klassiekertje, zeg maar. Een aantal dingetjes die weer veranderd zijn. Vuur is verbeterd en zo. In een van de brandende stadscènes. Zitten nou een paar realistischere effecten zitten erbij. Dat is wel super cool. We gaan nog eventjes verder het park verkennen. Maar wij hebben heel handig twee super deluxe. Hoe heet je die dingen? Powerbanks, laadblokken zeg maar. En per blok kan je een Galaxy S9, ik denk 3 keer opladen, volledig. Die hebben we bij ons, die blokken. In de auto. Dus mijn telefoon waar ik de meeste vlogs mee film,
is leeg. Dus hier houdt voor nu het filmen ook even op. En pas als de boel weer opgeladen is, dat zal in het hotel zijn, gaan we weer verder. Dus we gaan jullie nu even kort verlaten. En de vlog gaat verder vanuit Hotel Cheyenne. Tot zo! We lopen inmiddels in de gang. 1624 is onze kamer. Suus de Air. Wat een leuke kamertje. Kan het raam open? Oh ja, heerlijk. Top. Ligt er iets achter mevrouw Leban? Geweldig dat je er bent. Familie Leban, ze zijn zo blij met ons. Flesjes water. Kluisje. Garderobe. De badkamer. Je kan eventueel een bad. Super chique tv ook. Een relax sofa. Ik ben helemaal blij mee met dit zo. Ja. Ja, jij kan ook lekker een beetje op de bank liggen. Bed daar zo. Nou, het is in ieder geval zo te voelen zacht, hè? Daar nog een zitje. Nieuwe lamplaarzen. Zal ik eens gaan liggen? Ga jij eens liggen. USB oplaaddingen. Draadjes. Ook hard. Ook hard? Maar niet zo hard. Nee, hij wiebelt wel een beetje. Dat doet hij wel, zeg maar. Spiegel. Kan deze ook op... Dit vind ik zo leuk. Hey. Wat? Die gordijnen zijn Woody. Dat vind ik echt leuk. Daar Jesse. Een Woody. Een Bullseye. En een Woody klok. En Jesse en Woody op Bullseye. En een fan. Oh, maar die kan natuurlijk ook aan. Dat is ook wel lekker op zich. Ja, daarom. Dus ik vind het prima zo. En mocht je af, het is nog steeds februari, maar het is echt gewoon warm, jongens. Ik kan er niks aan doen, wat is het uitzicht? Uitzicht is hotel. En dit is dus ook een... een slaapbank. Slaapding. Daar kan je dus nog iemand op leggen. En dit is ook nog een bed. Voor mij hoort het wel vast te zitten, maar we gaan er toch geen gebruik van maken. Ja, dus hier slapen we 3 nachtjes. Ho. Zo. Ja, dit gaat best. Ook zelfs inderdaad USB-poorten om te laden. Een Engelse stekker om een of andere vage reden. Een Centraal-Europese en een Franse. Moet helemaal goed komen. Net als thuis. Net als thuis maakt die herrie. Ach. We gaan ons goed toeven. Fijn. We gaan even kijken of we de spulletjes hierheen kunnen halen. Hotel New York. Dicht. Dat wordt een ode aan Marvel. The Art of Marvel. Voor de duidelijkheid, het wordt geen Marvel hotel. Het wordt geen superhelden hotel of zo. Het wordt dus een New York art house. Waarbij dus de comics en de films en alles, alle ja, art achter Marvel wordt gevierd. Dus je ziet daar zomaar zeggen wel designs in de lobby en pakken in de lobby en dergelijke. Maar, en waarschijnlijk zullen er ook characters rond gaan lopen, dat wel. Maar het wordt dus niet net alsof je bij Tony Stark
gaat slapen. Zo worden de hotels. Dat de kamers. Ik heb ook al een previewtje gezien. Dat soort dingen komen dus wel te staan. Maar het is een arthouse. En geen... geen comicboek overdreven ding. Maar... zeker een must-do voor ons als die klaar is. Ik geloof dat het pas eind 2020 klaar gaat zijn of zomer 2020. Een behoorlijke tijd dicht in ieder geval. Maar het is spannend. Ik ben erg benieuwd hoe ze het gaan halen. Aangezien Phantom Manor ook nog steeds dicht is. We gaan het wel zien. Wat wel heel tof is, is dat in de conceptkamers is de tv weggewerkt achter de spiegel. Dus je hebt een spiegel in de slaapkamer en die, ja, dus alleen als je de tv aanzet zie je de tv doorheen. Super simpel, super cool. Maar we zijn onderweg naar Disney Village. Naar de broodjesgraaf, de Earl of Sandwich. Super lekker verse subs. Laten we even kijken wat we daar kunnen nuttigen. Hè? Heb je daar trek in? Of waar heb je trek in? In een broodje gewoon. Lekker simpel verse sub. Even door de beveiliging. Als Suus de eer. Suus had, zal maar zeggen, trek in een sandwich. En ze gaat nu even demonstreren waarom. Voor de mensen die het niet kennen. De meeste mensen kennen de Subway wel. Dit is zeg maar Subway Plus. Tegenwoordig niet meer zo hoor. Nou ja, Subway heeft wat meer keuzes. En het is ook absoluut niet negatief naar Subway bedoeld. Maar hier wordt, zal maar zeggen, zelfs ook het brood vers gebakken. Alles. Kijk eens, die kaas eruit ook. Mm. Dit is de Earl's Club. Ja. En dan was dit dan, zal maar zeggen, mijn full Montague. Nee, die. Oké. Oh, het staat er ook op trouwens. Dus die gaan we ook eens even kanen. Ik zeg, eet smakelijk. Mm.